zijn hier twee oude pakhuizen aan het transformeren naar 10 studio's voor jongerenhuisvesting met daaronder een commerciële plint. Deze pakhuizen gaan we duurzaam renoveren voor de all electric, dus worden afgesloten van het gas, worden straks verwarmd door middel van twee warmtepompen, door middel van laag temperatuur, door middel van vloerverwarming worden deze verwarmd en ze krijgen allemaal een individuele boiler voor het warme tapwater. Karakteristieken weer terug te brengen en het gebouw weer uit twee elementen te laten komen, is ervoor gekozen om één muur weer terug te brengen in het schone metselwerk. Daarnaast gaan we aan de voorgevel een dakkapel plaatsen, hetzelfde als aan de zijgevel. Vroeger heeft er, blijkt uit oude foto's, ook een dakkapel gezeten met een oude hijsbalk erbij, dus dat gaan we weer terugbrengen in originele staat. Een aantal jaar geleden werd er al geroepen dat jongeren heel slecht aan huisvesting kwamen hier in de stad. En dat heeft er in ieder geval voor gezorgd dat wij zoiets hadden van, god, zouden we daar iets in willen doen? Nou, het eerste project dat we wilden kopen, dat lukte niet. Toen zagen wij dit en toen was het bestuur eigenlijk helemaal om, want ze vonden het eigenlijk ook nog heel erg leuk om qua historie ook nog wat toe te voegen aan de stad. Juist op deze plek, waar eigenlijk wel wat mag gebeuren. Dit is een gebied rondom het station van Zutphen. Daar is ontzettend veel oorlogsschade geweest, maar deze twee panden hebben niks gehad. En in die zin zijn ze eigenlijk al wel bijzonder. Er zijn een aantal bijzonderheden in dit pand, met name de ramen. Die hebben we allemaal verwijderd om ervoor te zorgen dat we een ventilatiesysteem konden integreren in de nieuwe kozijnen. Daarnaast hebben we achter dit pand helemaal een prefab trappenhuis neergezet. Dat is een knap staaltje maatwerk. Het prefab trappenhuis moest tussen drie oude elementen ingezet worden. En dat hebben we met Barense staaltechniek voor hun uitgewerkt. We hadden rondom eigenlijk 1,5 centimeter ruimte en door middel van een hele grote kraan hebben we de last helemaal de lood moeten neerhangen om hem precies tussen het pand te krijgen. In 1,5 uur tijd hadden we het trappenhuis staan. In het verleden zijn meerdere keren plannen gemaakt voor dit pand en altijd proberen mensen in het pand trappenhuizen te verzinnen. Maar daarbij natuurlijk heel veel ruimte kwijt, veel gangen en allerlei zaken. En eigenlijk wat hier gebeurt is in de oksel van het pand is een trappenhuis gemaakt waardoor je heel makkelijk de woningen kunt bereiken. Er is een mooie ontwerptekening van gemaakt door de architect Giese. En in het werk gaan wij alle maatvoering met elkaar afstemmen hoe groot de appartementen moeten worden. Want dat is een uitdaging. Geen één muur is recht, alles is krom. En dat vergt van onze uitvoerder hier te plaatsen en samen met de opdrachtgever heel wat inspanning om dat allemaal goed weg te zetten. Dat we met de minimale ruimte het maximale kunnen bereiken.